Jomensmark. Hier zijn we hier vanuit de Efteling vandaag. Ja, het is weer een dagje dat ik even op pad ging. En ja, het is vandaag de Efteling geworden. Zou het in Bos zijn, maar toch hier geworden. Ik wou een Thans Macabre gaan, maar de wachttijd was al meer dan 150 minuten. Dus nee, ik pak wel wat andere attracties. Misschien later op de dag als het rustiger is. Thank you.
stond vervloekte huis. Het is een hel gelijk. Die ene vervloekte avond in de bel. Wat een saai boel. Wat doe jij hier? Ik heb een veel leuker idee. Geen audiëntie, geen regels. Maar ga met mij mee. Een reis door vertrekken vol magie. Het heet hier niet voor niets het paleis der fantasie. Oh, to through the palace of fantasy. No. Obey the rules. Denk aan de regels. Transito, culto, fabulu. Trage treden, open u! Thank you.
Ik ga weer naar buiten. Nu al? Ja! De slapende ruïnes van de abdij Capelle van Kaatsheuvel. Lang, heel lang geleden, op vrijdag de 13e van het jaar 1876, verdween hier tijdens een internationaal muziekconcours het volledige orkest van de eigenzinnige dirigent Joseph Charlaton. Na een magistrale uitvoering van het muziekstuk Danse Macabre werden de muzici op meedogenloze wijze verscholgen door het onnoembare, het kwaad, dat ook heden ten dagen nog immer rondwaart in deze contreien en zich manifesteert als een monsterlijk katachtig wezen. Voor eeuwig vervloekt en verdoemd spelen de dirigent en zijn orkest tot in lengte der dagen de Danse Macabre in de kapel van de abdij. Wees op uw hoede, sterveling, en vermijd bovenal ieder contact met een ogenschijnlijk aimabel zwart katje. Het onnoembare is overal en niets is hier wat het lijkt. Thank you.
Thank you.
Nou, ondertussen alle attracties gehad, ook Dans Macabre. En ja, het is tijd om even iets te eten, want ja, er is nog tijd over. Dus misschien nog even een ritje Droomvlucht extra. Dus tijd om te eten. Laatste ding, het Sprookjesbos. Nee, maar ik kan het goed zien. Nou jongens, het einde. Ik ga het park verlaten. Het is genoeg geweest voor vandaag. Het was een leuke dag. Ik heb er zeker van genoten. Niet dat ik het vaker ga doen. Maar ja, het is gewoon eventjes lekker nog hier de hoort op geweest. Blij toe dat ik het heb gedaan. Ik ben tevreden. Dus bedankt voor het kijken naar deze vlog. En tot de volgende. Later!